Hallo, welkom bij een nieuwe video. We zijn hier in. We zijn hier in een SRG. Ik ga met Nijmegen, het is gestoord. Oh, nou, we gaan toch eerst naar Lelykop, dus er is helemaal niks aan de hand. Het duurt 9 uur, dit. Oh, daar zijn we pas nog niet. Nou, kijk, we gaan dus naar Lelystad voor de Irische bussen, want die gaan heel binnenkort weg. Ja. En daarna gaan we naar richting Nijmegen en Arnhem en zo voor dingen. En voor de rest is het even kijken wat het idee wordt. Ja, nou, ik zit hier ook zo helemaal. Ik heb als echt moeite. Als we naar Zwolle gaan rennen, kunnen we een trein halen van 9:07. En we zijn al een minuut eerder uit Zwolle vertrokken. Maar het is wij nu eens. Ik moet allebei nog even wachten. Dan zijn wij daar eerder als het goed gaat. Ja. Dan kunnen we hem halen. Nou, hele dan zijn goede we plan. Eerder in deze. Nou, wij gaan rennen in zijn wolken. Tot de hoop. Ja, stress. Ongeveer 1 minuut. Nee. Dat kan. Als je nou zo naar ogen gaat. Alles is mogelijk. Beste reizigers, welkom in de route naar Lelystad Centrum, Almere Centrum. Helemaal buiten adem. Maar we hebben het gered. We hebben het gered. Dus het was het waard. Absoluut. Jezus. Nou. En dan gaan wij nu naar de Irisbus. Naar de Irisbussen. Ja, tot bij de Irisbussen. Daar gaat de eerste Iris dingen. Good ride. Nou, welkom in de Lelystad. Kijk, er komt er al eentje aan. Nou, we maken gewoon een paar foto's gaan we weer, want ik vind het hier helemaal. Ik vind het hier helemaal gek. Kijk, hier heb je Irisbussen en we hebben een aantal kikjes gemaakt. En nou, is het gelukt? Nou moeten we kijk, je zit toen in een bobbel van die dingers. Ja, nou, kom, we gaan. Ja. Nou gaan we hier snel, hè? Kijk, we hebben hele succesvolle kikjes. Kijk. Ja, oké, nou gaat het komen. Wauw. Er is helemaal niks van te zien. Okay, nee, nou wel. Ik heb mijn helderheid overgezet, hè? Wat een goede helderheid. Ja. Nou, en nou gaan wij in eerste instantie gaan naar Zwolle. En dan gaan we even kijken wat dan de mogelijkheden zijn. Ja, nou, zijn tot in Zwolle. Zat hij aan? Oh, ja, hij staat aan. Kijk. Hij is helemaal niet zichtbaar. Nou, we hebben een DDZ mee, alleen. We gaan daar zitten maken, dat is wel een probleem. Hij gaat maar tot Arnhem, we moeten naar Nijmegen. Ja, maar dat zien we dan wel. We gaan eerst maar even naar Arnhem met een hele. Maar in Arnhem is ook allemaal gedoe. Ja, precies. Dus dan gaan we gelijk niet helemaal dood. Hè. Anders nemen we gewoon de bus of zo. We zijn gewoon dood. Nee, maar dat schiet hem. Ja, precies. Ja, vlak voor Zwolle en Heusden. Oh, jawel. We zijn een intercity naar Leeuwarden op ons spoor. Oh. Ja, er was toch een ding op dat trein. Oh, daar gaat het niet. Nee, dat is niet. Het slaat maar misschien is dit de rangeerbeweging. Maar we hebben misschien wel. Ja. We moeten straks weer rennen.
ik wil niet weer rennen. We hebben tot nu toe al tot elke, voor elke trein moeten rennen vandaag. Ja. Behalve die in de SSG aan de helemaal van de weg. Overrijden. Oké, okay, nou. Tot in de DGZ zometeen hopelijk. Ah, ik wil niet rennen. Ja, maar ja. Wat een dikke scheet. Ja, nou, we zitten in de DGZ. Stukken beter dan die ICM net. En dan hebben we lekker zelfgebakken brownies mee. Nou, we zijn in... Hoe heet dit ook? Olst. Kijk, daar staat een ding stil. Heel raar, midden op de spoor voor de overweg. Ja, maar de overweg is gewoon open. Ja, we zijn in Arnhem. Ja, oké, okay, we zijn in Arnhem. We zijn in Nijmegen. Ja, we zijn in Arnhem. En we gaan nu met een stopbus. We gaan naar Nijmegen. We moeten een stopbus nemen. Naar Nijmegen. Neem maar. Oh. Dan gaat ze weer hoor, met de gegeven. Nee, maar ja, wij gaan nou even met de stopbus naar... Nijmegen. Ja, hallo? Het is een foto hier van dit. Er komt weer een paars roze jetten. Ja. Oh, daar komt de touring. Daar is de stopbus. Gaan we daar nog heen? Gaan we dat nog aan? Oké, nou. Wat moeten de roze Mercedes doen? Ja, maar die rijdt misschien ook al Nima. Nee. Een instructierit. Ik heb net op busposities gekeken en er reed alleen maar Rotterdam Arnhem. Oh. Je gaat Burgers Zoo. Maar dat doe ik dat eens gewoon, want er rijden zo meteen weer trein. Dus dat is nou, het is hier één grote file. Nou, maar dit is helemaal eraan. Waar is de buurtbus nou? Ja, die vind ik natuurlijk niet. Fuck. Dat pak je over. Nee, het is naar achteren. Dit is echt een file. Grijs, hè? Maar in ieder geval heeft de honden scheiden als de schoenen. Wat een mooie grap. Dan slecht gestoten. Ja, nee, maar we zijn nog steeds in Arnhem, want het is helemaal eraan. Maar er kwam net een Citaro aan. En die gaan wij natuurlijk even op de foto zetten, want daar zijn we eigenlijk voor in feite. Oh, dat is helemaal wazig. Helemaal wazig. Nee, maar we gaan nou even kijken wat het plan van aanpak wordt. Wat hallo? Wij gaan wij hebben de stopbus. We hebben de stopbus gemist. Nee, er reden helemaal geen stopbus, ze waren allemaal leeg. Oh ja. Dus nee, er is helemaal geen stopbus aanwezig. Het is helemaal niet gaande überhaupt. Nee. Maar we gaan nou wel naar Nijmegen, want daar rijdt het is niet gaande, maar het is wel gaande. Ja. Het staat wel op de schat. Nee. Hussari. Dik tutus. Wat een compagnie. Ja, nee, maar nou gaan we wel naar Nijmegen, want... Ja, deze is ook op. Daar kwamen net wel mensen uit. Nee. Nee, oké, we gaan via de andere gang. Nee, kijk. Je hebt ook niet. Oh, je hebt hier gewoon een deur. Oh, sowieso. Okay. Nou, maar even vloggen. Ja, wij gaan nu naar Nijmegen. Want er rijdt een roze Citaro. En we hebben nou wel de blauwe al hier. Ja, maar heb je nu niet naar de enkelvoudige roze... gekeken? Nee, 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 de G. Van de G van geleden. Sorry, ik ben even helemaal hyper. Nee, maar wij gaan naar Nijmegen. Snap je meer van? Maar net kwam ineens de roze Citaro wel hier. Ik had ook niet verder gekeken dat mijn neus lang was. Maar we gaan. We hebben hem hier dus weer. En dan komt hij zo weer aan. En we hebben echt de longen uit ons lichaam gerend. Voor niks, want we staan hier alsnog te wachten. Ja, we hebben 100 keer heen en weer gerend. Nee. Maar dat is goed voor de conditie. Ja. Wij zijn aan het trainen voor het, voor de marathon. Voor de marathon, voor de dam tot dam loop of zoiets. Nee. Nou, en het is heel... Wat? Oh, nou, we wachten even op dat ding. Doei, hier heb je een aardgas. Ja. Ja, we zijn nou bij de bloemetjes hier. Bij de bloemetjes en de troepjes. Nee, dit is een trolleybus. Kijk, daarachter heb je allemaal... Hoe moet je dit richten? Allemaal krokusjes. Dat zijn allemaal krokusjes. Ja, en we gaan hier gewoon nog wat fotootjes maken, want... ja, misschien gaan we hier zo meteen nog naar Nijmegen. Dat gaan we wel even zien. Het is allemaal helemaal hijsen. Een duifje.
We zijn gewoon aan het genieten en we zien wel wat het allemaal. Kijk. Kijk, we zijn bij de bloemetjes. Daar zie je het. Bloemetjes. Hele mooie bloemetjes. En we zijn hier voor hele mooie composities. Van de raamhoofd. Ja, maar het is heel goed. Ja. We staan hier bij een wild zwijg. Dit is een hert. Nou, wat blijft die dingen nou, joh? Ik sta hier echt al een kwartier en er is geen enige aardgasbus geweest. Alleen in het begin wel, toch? Ja, in het begin. Maar nu zitten we goed en dan komen ze hier. Ja, dat is een beetje zo. Nee, maar het is wel... Ik word echt door deze dingen. Er zitten allemaal grassprieten voor het beeld en mooie bloemetjes. Maar dat is leuk. Dat is een detail. Ja, en mooi... Maar... Daar heb je een ding van die kant! Ja, een aardgasbus. Dikke dier van het. Wat een dier van het. Kijk, wij hebben even het brood gedeeld. Hier, pak snel je stokbrood. Ja. En we moeten nou die biet gaan doen. We hebben vergeten om een foto te maken. Ja. Gelukkig kan er geen treinen. Nou, hier hebben wij stokbrood. Kijk. Voor mijn stokbrood. Oh, ik sliert het even weer hierheen. Ah. Hier. Hele eerlijke deling. Net als met het avondmaal. We zijn aan het picknicken hier, mijn hè. En mensen denken echt dat wij helemaal gestoord zijn. Dat wij in de bloemetjes liggen. Daar staat een ding, een blauwe. Nou, het is wel heel leuk. En nou wachten we op de... Heilige Maria. Ja, en nou wachten we op de perfecte foto. Nou, even vloggen. Het is helemaal goed. Wij moeten eigenlijk op de stoep lopen. Dat boeit geen ene reet. Nee, oké. Okay. Wij zijn nu uit de struiken. Wij zijn allemaal mooie foto's gemaakt. Ja, wij zijn mooie foto's gemaakt. Nee. Dan gaat dat gedoe. Ja. Nou, en nou gaan wij alsmaar naar Nijmegen en dan proberen heel snel voor de spitsuren weer in Wezep te zijn. Ja, als we het heel lang wachten, daar hebben we geen zin in. Ja, dus hoe is het gelukt of nou, zo? Nou, als het lukt, dan kunnen we ook nog niet heen gaan, want die heeft helemaal mooi verschijnsel. Ja, dan gaan we gewoon, dan kunnen we de hele spitstijd in de bloemen liggen in de hoop dat we wel een goede foto krijgen. Of gewoon ergens anders heen. Ja, nou ja, we zien wel. Nou, daar is ook tot in die brug. Ja, nou, tot in Nijmegen. Mijn hele broek is vies en die vroeg... Die is nog erger van de alle avonturen in de bloemen. Oh, kijk, daar is de cabine. Nou, de plannen zijn er weer gewijzigd. We zaten net en toen kwam de melding binnen dat er helemaal leuke dingen komen. Dus wij gaan weer weg. Oké, nou, dan gaan we naar richting Zwolle. Nee, ja, we niet. Waar gaan we heen? Ja. Nee, niet daar maar. Nee, ja, we zien wel. Richting het noorden misschien. Is daar een leuke plek? Ik weet het niet. We zien het. Bezig, maar... Mijn computer is alweer los. Oh, wat kut. Maar het is even de vraag wat nou een goede locatie is voor de foto's. Want het is eigenlijk allemaal net niet. Maar we gaan nou, hebben besloten, we gaan op de fiets. Gaan we naar de Hanzenboog. Net voor de Hanzenboog gaat hij zo door de bocht een stukje omhoog. We gaan kijken, we gaan proberen om daar een goede foto te maken. Ja. En het is alles of niets. Ja, dus... Ja. Zoiets. Ja. Op hoop van zegen. En ja, ik hou jullie op de hoogte of zoiets. Oh. Ja. Nou, we zijn hier op de locatie. Het is even de vraag wat mooi is. En nou is Enrico het geniaal idee om in een boom te gaan klimmen. Nee, maar dat wordt toch niks. Moet je zien. Dit is helemaal geen klimboom. Ja, hoe wilde je dat gaan doen? Kijk, dit is ook helemaal flexibel. Kijk. Dat wordt echt tien keer niet. Daar hou ik wel van. Ja, niet als het toch de reden is dat je uit de boom flikkert. Nou ja, veel succes ermee. Dit moet wel even vast. Lukt het? Gaat dat een succes worden? Maar het is heel graag. Nee, het is hier geheel onveilig. Nee, als jij helemaal staat, zie je zo. Nee, ben je gek? Nee joh, dat wordt echt niks! Maar om te komen is het inderdaad niet zo flexibel. Nee, maar moet je
je zien, het is ook super dicht op elkaar. En sorry voor je valt wel, dan lig je zo in de sloot met je camera en je dingen. En nu is misschien je dingen gebroken. Als je gewoon vasthoudt. Maar ja, de inkomen is dan... En de uitkomen is dan nog een tweede tijd. Ja, gewoon uit. Nee. Nee, ja, nee, dit is echt een slecht idee. Wat is het idee? Ik zet gewoon mijn fiets tegen de bomen. Dat heb ik net ook bedacht, maar ik zie dat ook niet zitten. Want kijk, voor hetzelfde geld dief je gewoon in de sloot. Ja, dat zie ik. Nee, ja, als je in de sloot dief. Daar vind ik het maar alleen. Met deze rietpekkel. Ja, nou, ik ga even oriënteren. We zien zo wel. Oh, er komt een ding aan. Wacht even. Wat een brandnetel. Oh. Kijk, de weerspiegeling is wel heel fraai. Het is eigenlijk wel een kutplek. Dat is eigenlijk meer de situatie. Nou, we daar hebben. Ja, nee, maar hoe ziet het bij jou eruit dan vanaf deze positie? Laat eens zien, hoe ziet de foto eruit? Hij was 15:25 door de wijk trouwens. Ik weet het niet. Mijn gevoel zegt dat hij 52 wel hier is. Of ja, dat pad in ieder geval. Die man kijkt ook echt voor wat ze. Oeh ja, kijk. Ik vind het echt dood, denk ik. Ja, dit is ook echt levensgevaar. Ik heb hem dan zo. Oh ja, we zijn een foto aan het maken. Van de trein die zo komt. Van de trein? Ja. Oké. Okay. Ja. Eén heb je er al afgezien, of niet? Nee, er was nog even een test. Want er komt zo een goedere trein en daar is het dan voor. En er was even een test zonder dat er een trein langs komt van de, wat het mooi is. Ja. Ja. Nee, ze denk ik echt wel, wat fuck ben jij door aan het doen? Dan kom ik er niet meer op. Ja, nee, dus je moet er gewoon blijven staan totdat hij komt. Als je in het volgende pad zit, heb je problemen, dan moet je hier nog 3 kwartier gaan staan. Maar als je om 2:50 komt, ga ik wel op, hoor. Dan zie je hem weer. Ja. Nee, gewoon voor de hobby. Oh, is een hobby. Ja. Nou, maar ik ga hem daar staan, want dit vind ik helemaal... Ik heb helemaal... Mijn leven gewaagd, want ik heb alle rietstengels geknakt, zeg maar. Zodat die niet voor mijn vizier zouden zitten. Nee, maar... Ik heb nog een boom waar ik bij jou ook al staan. Dat is wel gezellig. Ja, nee, dat heb ik wel bekeken, maar dat heb ik ook geprobeerd. Alleen dan heb je heel grote takken voor je beeld, van die voren, bomen ervoor. Is dat een kale boom, of niet? Ja, er is een kale boom, daar heb ik getest. Alleen je hebt de takken van de boom ervoor, die er dan voor zitten. En dat heb je hier minder, want deze heeft dat natuurlijk niet. Ja. Dus ja, we zullen het... Ja, die moet je zagen, maar ik heb geen zagen bij me toevallig. Ja, dat breken. Ja, ze zijn wel dik. Nee, maar ja, je nee, kan... Nee, maar... 41. Dus heb je 10 minuten als hij in dit pad zit. Ja. En als hij er niet in zit, wil je me dan even op de hoogte stellen? Ja. Nee, maar... ja. Ik ga maar weer die kant op. En een succes in ieder geval. En die komt wel die kant ja, op. Of die stevig ging, dus dat is fijn. Ja, dat is, nou, je ziet echt naar de boomknuffelaar. Ja. Ja, nee, alles voor de foto. Alles voor de foto. Nou, maar ja, tot zo en succes. Jij ja, ook. Ja, doei. Is hij gelukt? Wat goed! Laat zien, laat zien! Ik wil het zien! Ik wil het zien! Oh. Wacht even. Ik stond daar en ik hoorde zo die oven weg dichtgaan. Ja, en... ik hoorde hem ook en ik denk van, oeh, daar komt hij! En ik zat er zo foto's te maken, maar het was helemaal niet goed. Dus ik snel de camera uit de positie halen waar hij moest kijken. Hij was helemaal ingezoomd. En hij kwam er al aan. Oh, ik was oh, heel hoe ziet het paniek. Er nou uit? Oh, wat goed. En deze, kijk. En dan deze, dan kan ik een beetje inzoomen zo en dat is helemaal goed. Ja. Ik ben echt... Kijk, ik heb hem zo. Hij is wel een beetje donker, maar dat valt allemaal wel op te lichten. Dat is oplichtbaar. Ja. Oh, wat goed dit. Ja, dikke mooi. Oh, dit is echt doodeng hoor.
Heel mooi. Oh my god. Wat een risico. Maar ik zat ook hier. Kijk al deze rietstengels. Die heb ik dus allemaal geknakt voor mijn foto. Want ze zaten vol voor mijn beeld. Dus ik heb helemaal zo. En dan zo. En dan moest ik helemaal zo bijna in de sloot vallen om die rietstengels weg te halen. We hebben allemaal gewoon ons leven gewaagd voor deze foto. Oh, maar wat een succesvolle dag is dit. Ik heb er zelfs een snee aan overgehouden. Ik niet. En daar staat wel allemaal van die enge toren op dat ding. Oh, kijk, ik heb er een snee aan overgehouden. Echt even helemaal in de stress. Maar dit is wel een succes. Dat rijmt. Hoor je trouwens ook nog dat ik zei van hij komt? En ja, en ik stak mijn duim op, maar ik dacht dat ziet hij natuurlijk helemaal niet. Maar het zijn de schoen. Ja, dat had ik wel gehoord, maar dan kreeg ik niet door. Is het wel goed zijn? Dat was echt dood, denk ik. Ja, ik had er helemaal niet aan gedacht. En dat had ik gehoord en dacht ik, oh ja, dat was wel een goede reminder. Want anders was ik misschien nog helemaal niet klaar. Want ik was nog bezig om mijn video te compositioneren of zoiets. Wat een geluk. Ik ben echt blij. Ik ook. Wat een succesvolle dag. Dit is echt... Wacht, moet even staan. Bijna dit ding in de sloot. Maar echt, wat een lijpo. Wat een risicovolle dingen. Maar wat goed dat we zo gingen staan. Ja, ik ben echt te spreken over het feit dat we er toch voor hebben gekozen om hierheen te gaan. Ja. Poepoe. Wat een dikke ruggengraat. Ja, wij hebben echt een ruggengraat. En ook met die weerspiegeling. Ja, het is dat heel... is wel heel fancy. Nee, ik ben zeer tevreden. Ah. En nou is dit het einde van de vlog, want we gaan verder niks meer doen. Want, ja, nu is het clear. Ja, we kunnen nergens mee. Dat gaat het niet meer worden. We gaan naar huis. Oh, wat doodeng. Maar het was een weer succesvolle dag met lekker in de plantjes liggen. Lekker in de plantjes. Ja. Ja, en wat hebben we allemaal nog meer gedaan? Oh ja, we zijn nog met Irisbussen geweest. Maar het was zo'n hysterische dag. Ik vergeet steeds dat we bij de Irisbussen zijn geweest. Maar dit is echt... Oh, ja. Ik heb echt zin om mijn foto om te bewerken. Ik ook. Ik ga zo gelijk thuis gewoon gelijk aan achter de computer schuiven. Ik ook. En dan lekker alles helemaal goed doen. Als je hierop staat, dan kijk je zo vol tegen die takken aan, snap je? Ja, en hoe heb je dat opgelost? Niet. Ik ben niet op de fiets gaan staan. Oh. Ik stond hier, kijk. Op mijn doodeng ben je. Ja, nee, maar ja. Het is goed gegaan. Wat gevaarlijk. En ik heb in eerste instantie heb ik het getest. Heb ik mijn jas uitgedaan, mijn tas, mijn telefoon, mijn camera. Alles heb ik even weggelegd. Zodat als ik in de sloot mocht vallen, dan ging de boel niet stuk, zeg maar. Dan was ik alleen zeiknat geweest. En dat is een beetje kut. Maar dan was er niks verder aan de hand. Ja. Nou, we gaan de video afsluiten. Ja. Kijk, met die coole selfies. Kijk, wacht. Dan kan je zo. Oh. Zo. Heel multifunctioneel. Kijk, dan kun je een droontje opmaken. Ja, dat is echt cool. Nee, ja, het was echt een succes. Ja, het was een succes. En ik krijg hem niet meer ingeschoven. Ja. Het is ook van de action, dus dan heb je dat. Ja. Nou, maar tot de volgende keer. En like en reageer en zo. Doei. Even zwaaien. Oh ja, doei. Tot de volgende keer. Dag. Doei.